Bij Russische bombardementen vannacht op Oekraïne zijn zeker 11 doden gevallen en er zijn tientallen gewonden. De slachtoffers vielen in de stad Kryvyi Rih, een plek met symbolische waarde. Want dat is de geboortestad van president Zelensky. Een omwonende filmde kort na de raketaanval en gaf ons deze beelden. De flat is zwaar gehavend, de ravage is enorm. De Russen bestoken dagelijks steden door heel Oekraïne. Zoals hier vannacht in Kryvyi Rih, op meer dan 80 kilometer ten westen van Russische posities. De Oekraïnse luchtafweer wist slechts 1 van de 6 raketten uit de lucht te schieten. De overige raketten sloegen in op 4 locaties in de stad. En het was ook voor ons oorverdovend. Een militair doelwit in de buurt is niet te bekennen. Weer veel doden en gewonden. De hele ochtend zoeken hulpverleners nog naar slachtoffers. En elk leven telt. Aan het front gaan de gevechten onverminderd door. Oekraïne zegt nu 7 dorpen in het oosten te hebben bevrijd. Uit de woorden van president Poetin vandaag blijkt dat Rusland wel degelijk problemen heeft. Poetin kondigt aan dat de wapenproductie omhoog gaat. Oekraïne maakt zich op voor een nieuwe escalatie van de strijd.